Na een lange voorbereiding gingen op dinsdag 8 maart de deuren open van het Repair Café in het Wapen van Wanrooij. En ook een cameraploeg van Omroep Land van Kuik was erbij aanwezig. We gaan even officieel openen. En ik zie een heel mooi bloemetje van Marij, dus ik denk dat ze daar iets mee wil doen. Ja, namens het Wapen willen jullie natuurlijk super bedanken voor de inzet. Alle bij voorbaat en hopen echt dat dit een enorm succes gaat worden. Dus voor jullie, maar ook natuurlijk voor het hele dorp. Ja. Dus in ieder geval voor jullie heel veel. Dankjewel. En hier op Ede openen wij het Repair Café. Mooi. We zijn in het Wapen van Wanrooij. Dan zijn wij als Repair Café ingeland in de grote zaal. En ik heb hier Marije langs mij staan. En die zit in het bestuur van het Wapen van Wanrooij. En die gaat mij ook een beetje vertellen en jullie vertellen hoe het een beetje ontstaan is. Tony? Ja, oké. Okay. Ja. Helemaal goed, zal ik jullie in meenemen. Eigenlijk vanuit het Wapen van Wanrooij met het bestuur zijn we zo 2 jaar geleden eigenlijk flink begonnen met na te denken van wat willen wij nou als dorpshuis betekenen voor het dorp, waar willen wij voor staan. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we het heel mooi vinden als we als ook echt als huis voor het dorp kunnen fungeren. En ook veel meer het ontmoeten in het dorp hier kunnen realiseren. En zo zijn we eigenlijk op wat brainstorm sessies uitgekomen. Uiteindelijk met het mooie idee van wat als we nou een repaircafé zouden kunnen opzetten. Kunnen club vrijwilligers, als we die bij elkaar zouden mogen krijgen. Kunnen en meteen heel nuttig voor het dorp. Dat mensen hier terecht kunnen voor met kapotte spullen, et cetera. Maar ook dat mensen meteen een mooie plek hebben om elkaar te ontmoeten. En zodoende zijn we eigenlijk vooral met Marius en Tony in gesprek gekomen. En zij zijn heel actief ermee aan de slag gegaan. Ja, klopt. Dus, inderdaad. Ik weet niet of Tony nog iets wil zeggen hierop, maar... Ja, wat we gewoon heel fijn vinden is dat het overleg met het wapen en ook dat we duidelijk hebben aangegeven, wilden we zoiets kunnen starten, dan is het niet zo dat we ons eigen schroefmachientje, soldeerbout, werktafel van thuis moeten meenemen. Dus het wapen heeft ook meteen aangegeven van, ja, we kunnen we maken een budget vrij, zodat we het repaircafé in Wanrooij ook gewoon goed kunnen starten. Dat onze vrijwilligers de spullen hebben die ze nodig hebben en dat dan ook de spullen ook goed gemaakt kunnen worden. Dus dat is eigenlijk ook wel heel fijn dat we die medewerking van jullie gehad hebben. Het is alleen maar heel fijn. Misschien kan ik daar nog even iets op toevoegen. Om dat ook te kunnen realiseren zijn we ook heel erg actief geweest met fondsenwerving. Om dus het wapen meer als ontmoetingsplek te komen. Waarbij we ook onder andere het idee van het Repair Café hebben geopperd. En daarvoor hebben we dus ook mooi fondsenwerving kunnen krijgen. Waardoor ook alle materialen, alle spullen ook mooi aangeschaft zijn kunnen worden. Dus ook bedankt voor alle fondsen. Ze natuurlijk hun bijdrage daarvoor. Ja. Repair Café en Wanrooij, wat tappen jullie eigenlijk? Ja, wij tappen koffie en thee, gewoon voor de gezelligheid. Mensen, als ze hier komen, komen ze natuurlijk om iets gerepareerd te krijgen. Maar het gaat vooral ook het contact leggen met elkaar en erbij zijn, het gezellig hebben met elkaar. En uiteindelijk is het mooi als we met ons team van vrijwilligers op het moment dat we iets gerepareerd krijgen. Dus eigenlijk zijn jullie een soort reparatiecentrum? Ja. We zijn een reparatiecentrum. We zijn één dinsdagmiddag in de maand. En dat is de tweede dinsdagmiddag van de maand elke keer. Ja. Dan zijn we geopend van 1:30 tot 4:00. Okay. Ja. Waar komt het idee eigenlijk vandaan om zo'n café te beginnen? Nou, wij zijn wel gevraagd door het bestuur van het Wapen van Wanrooij om hier een beetje meer ruring te krijgen. En de zalen ook, dat de oudere mensen hier naartoe kunnen en ook wat jongeren.
En daar is het idee ontstaan en daar hebben ze ons voor benaderd. En ja, en toen hebben wij de gedachte gehad van een repaircafé. En die repaircafé daar is eigenlijk ook al landelijk en misschien nog wel wereldwijd. Maar wij zijn in Boekel zijn we gaan kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. En wij vonden het een heel leuke, ja, een heel leuke bezigheid. Ook voor onze vrijwilligers om lekker wat te knutselen. En de mensen, ja, die komen hier en die hebben het ook met een bakje koffie erbij en even een praatje doen. En terwijl wij ook nog wat het een en ander kunnen repareren. Ja. Dat is eigenlijk de opzet van een repair. Jullie hebben nou zo'n hele club met techneuten die ervaring hebben in een hele hoop dingen? Ja, wij hebben eigenlijk van alles wat. We hebben ook vier dames met een naaimachine, een nieuwe rits inzetten. En we repareren. We hebben elektriciëns. Die elektricien die heeft hier al 40 jaar bij Van Driel gewerkt. Die is inmiddels bijna 80. Die is er vandaag wel niet bij. Ja. Maar die heeft een brok ervaring. Daar kan ik nog wel van leren. Ja. 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 Nou, vandaag gaan jullie beginnen. Hè? En hoe vaak kunnen de mensen, jullie hebben het wel al net genoemd, maar hoe vaak kunnen de mensen bij jullie hier terecht bij het Repair Café? Iedere dinsdag, tweede dinsdagmiddag van de maand, van 2:30 tot 4:00. En dan is het gewoon vrije inloop. Op het moment dat ze iets gerepareerd willen hebben, noteren we even netjes de gegevens. We vragen een kleine bijdrage van €2,50. Ja. Dus het is niet gratis, maar het is, ja, we hebben daar een bedrag van €2,50 puur voor onderzoekskosten. Ja. Moeten er spullen besteld worden, dan kunnen we dat hier ter plekke doen. En een deel van de spullen hebben we hier ook al aanwezig. Nou, de mensen kunnen dus hier terecht met kapotte dingen. Maar zijn er ook dingen die jullie niet kunnen doen? Of niet willen doen of kunnen doen? Ja, die zijn er ook bij. Kijk, de dames hadden het er straks al over. Op het moment dat er een lange rits van een jas, ja, daar is heel wat werk voor nodig om even zo'n rits te vervangen. Nou, dat gaat dan net te ver. Of we hebben op advies van onze fietsmaker hier in het dorp, die heeft ook geadviseerd van begin niet aan elektrische fietsen, want daar gaat gewoon, er komt te veel bij kijken. Dus dat zijn even een paar voorbeelden. Maas, ja, misschien nog. Dat is ook om in de middag klaar te krijgen met een elektrische fiets, daar moeten we gewoon niet aan beginnen. Het zijn kleine reparaties. En ik ben vanmorgen toevallig ook nog bij Thijs van Hulsbeek geweest. Die heeft hier een winkel gehad. En dan kunnen we daar zien, dan hebben we spullen liggen om een nieuwe batterij in de horloge te zetten. Of bijvoorbeeld, ik ben ook al bij Verlinder geweest in Sint Hubert. En die stopt ermee. En dan krijgen we volgend jaar, hoop ik, wat gereedschap om een brillenpootje of een neusvleugeltje. Of een kleine, zo'n kleine apparaatje, daar hopen wij wel op te scoren. Ik heb nog een aanvulling. Ook bijvoorbeeld computers, op het moment dat dat gerepareerd moet worden. Ja, dat is eigenlijk te technisch, te specifiek. Het is ook te moeilijk om even een computer compleet te repareren. Dus dat soort dingen is ook gewoon net te moeilijk. Nou, dadelijk komen de mensen met de spullen. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. En heel veel plezier hopen we ook. En dan hoop ik dat het niet zo druk wordt. Kunnen we een keer gezellig buurten en een kop koffie drinken. Hè? Dan gaat het ook komen. Ja. Oké. Heel goed. Ja, bedankt.